Gemiddelde en momentane snelheid. Daar gaan we het over hebben. Wat is het verschil tussen die twee eigenlijk? Ah, kijk, daar hebben we de mol weer op zijn fiets. Zoiets zie je inderdaad niet vaak, dus snel een foto maken. Hoppadee. Tijd erbij, plaats erbij. En hij gaat fietsen, maar voor je het weet, is hij al op het eind. Snel dan een foto maken. Ja, en op de foto zie je dus dat hij na 8 seconden die 16 meter heeft afgelegd. En omdat je dus begin en eind weet, kun je de snelheid berekenen. Want hij doet dus 16 meter in 8 seconden. 2 meter per seconde is de snelheid. Nu is in het midden ook een foto gemaakt. En na 4 seconden was hij 10 meter ver weg. Dat betekent dus dat hij tussen het eerste stuk en het tweede stuk een snelheid heeft van 2,5. En het laatste stuk is een snelheid 1,5. Wat is dan zijn snelheid? Nou, we hebben het hier niet over de snelheid, maar hier hebben we het over de gemiddelde snelheid, over een bepaalde tijdsduur. En voor de gemiddelde snelheid kun je altijd schrijven afstand gedeeld tijd. De gemiddelde snelheid is altijd de totaal afgelegde weg, gedeeld door de totale tijd die hij daarover doet. We kijken eens naar een XT-diagram. Ja, een XT-diagram, je ziet, hij start op t is 0 op 0 en na 10 seconden is hij daar aangekomen en daar hoort de x is 14 bij. De snelheid, wat kun je over de snelheid hier zeggen? Nou, in het begin van deze beweging is de snelheid hoger of lager dan het eind. Ja, in het begin, ik hoop dat je ziet dat hij dan lager is. En dat kun je ook beredeneren met die gemiddelde snelheid. Want als je nou gelijke tijdstippen doet, dan zie je dus dat hij hier veel minder vooruit gaat dan hier. Ja, oftewel, ja, op het eind is hij veel en veel steiler. En steilheid is snelheid. Nou, we gaan even weer verder met het XT-diagram. En de vraag is even, wat is de gemiddelde snelheid van 0 tot 10? Het mooiste is om even een driehoekje te maken. Ja, je tekent een lijn van de een naar de ander driehoekje. En dan zie je meteen dat de gemiddelde snelheid 1,4 meter per seconde is. Je kunt ook afvragen, niet van 0 tot 10, maar van 4 tot 9. Dan kun je van 4 tot 9 een driehoekje maken. Alleen het driehoekje kun je beter iets groter maken. Dan kun je zeggen van ja, maar is dan niet verkeerd. Hè, want ik had eerst dit stukje en nu krijg ik die en die erbij. Maar als je ziet, dan is de vorm van het driehoekje hetzelfde gebleven. Dan is het wat groter geworden, maar de vorm is hetzelfde gebleven. En als je een groter driehoekje maakt, dan kun je het keuriger aflezen. Dus dat doe je hier. Ja, je leest delta x en delta t van het grote driehoekje af. En je komt op een gemiddelde snelheid van 1,54 meter per seconde. Dus 6 en 8, hetzelfde. Je maakt weer een driehoekje. Natuurlijk weer een grote driehoekje. En aflezen. En je komt weer op een andere snelheid. De snelheid verandert natuurlijk iedere keer weer wat, hè, omdat je een andere tijdsperiode neemt. Nog een ander tijdstip. Oh, dit is wel ontzettend dicht bij elkaar. Hè. 6,99 en 7,001. Dat is bijna niet uit elkaar te houden. Dus eigenlijk wordt hier gevraagd, wat is de snelheid op t is 7 seconden? Daar is t is 7 seconden. En wat je dus eigenlijk doet is, je trekt een lijn tussen t is 6,999 en 7,0001. En die lijn, die trek je weer verder door. En deze lijn, ja, je ziet, hij raakt de grafiek eigenlijk. Hij snijdt de grafiek niet, maar hij raakt de grafiek. En daar noemen we deze lijn ook de raaklijn aan de grafiek. Als je de raaklijn hebt getekend, kun je daar weer een driehoekje van maken. En aflezen. En dan krijg je dat de gemiddelde snelheid 1,42 meter per seconde is. En we zeggen dan ook, de snelheid op t is 7 seconden is 1,42 meter per seconde.
We maken even een klein receptje van hoe kun je de snelheid bepalen op een bepaald tijdstip. Nou, stap 1. Je trekt een raaklijn in het punt. En die raaklijn moet je zo groot mogelijk, zo lang mogelijk tekenen. Stap 2. Je maakt er een driehoekje van. En die is dan ook zo groot mogelijk dus. Stap 3. Je leest delta x en delta t af. Stap 4. Je berekent de snelheid. En dat doe je dus met delta x gedeeld delta t. En tenslotte heb je het weer voor elkaar. En ja, ik kan het niet goed benadrukken, maar let op dat die raaklijn zo lang mogelijk moet worden gemaakt. De snelheid op dat ene punt, dat noemen we nou de momentane snelheid. De snelheid op één bepaald moment. Het is natuurlijk wel van een raaklijn, ja, moet je die nou nauwkeurig tekenen? Nou, het is altijd moeilijk om te tekenen, want kijk, die raaklijn, ja, hoe je hem ook tekent, het blijft altijd een beetje schipperen. Oftewel, erg nauwkeurig is deze methode niet, maar ja, we hebben niet anders. En je kunt altijd hiermee benaderen hoe groot de snelheid is in een bepaald tijdstip, op een bepaald tijdstip. Nou, kijk eens aan. Ja, inderdaad, alweer het einde. Bedankt voor het luisteren en tot horens, tot ziens.